Feyenoord bij de mogelijkheid gekregen om toe te lichten wat wij van beheer, wat wij graag willen doen voor de gemeenschap, dorp, omgeving en toerisme. Dus de bovenplaatsingsmissie, wat wij noemen onder de noemer de stichting Dokkumer Biergilde. Ik zou eigenlijk willen beginnen met een uitspraak van de coalitie. In het coalitieakkoord van CDA, FNP en ABD noemt men veel kansen te zien voor professionalisering van de recreatie en het toerisme in onze gemeente. En daar hebben wij, wij zijn het daar volledig mee eens. Dit is ook wat wij ambiëren, wat wij willen. Met de bovenplaatsingsmissie geven we gehoor aan deze kans en geloven dan ook in jullie steun voor dit project. Waarom? Dit heeft alles te maken met het toerisme, het uitdragen van de geschiedenis, het verbinden van bonnefaties, de bonnefatiesbron en de brouwerijen die het filter in Dokkum hadden. Ik weet niet in hoeverre dat voor jullie dit boekje bekend is. Heeft iedereen dit gezien? Dit is 10.000 stuks hebben we uitgedeeld in Dokkumdeel. En het mooie is, als mensen dat nog niet gezien hebben, dan hebben wij nog heel veel te doen. En alleen al als er nu mensen zien die dit nog niet gezien hebben, dit is het begin van de geschiedenis. Warren Bakker, het is echt leuk dat hij aanwezig is. Die is samen met Piet de Haan de geschiedenis al een jaar bezig om die te achterhalen. De biergeschiedenis van Dokkum hebben minimaal 19 brouwerijen in Dokkum gehad. Daarnaast, dat zijn bierbrouwerijen, daarnaast hebben we nog jeneverbrouwerijen gehad. En om die geschiedenis terug te brengen hebben we dat in een heel klein boekje, maar dit wordt straks een heel dik boekwerk. En dat willen we heel graag uitdragen naar toerisme, naar de bevolking zelf, want we kunnen een beleving. De bevolking zelf, bedoel ik dan ook de stichting, Dokkum Biergilde, en die dragen het uit naar toerisme. Ik kan het gaan voorlezen, maar het gaat om de verbinding, en daar kom ik zo op terug. Bonnefaties is een breed concept waarbij cultuur, toerisme, ambacht, onderwijs, de sociale samenwerking, de centrale samenwerking. En het onderwijs, daar kom ik straks op terug, want er zijn heel veel van plan. Het project ontwikkelt voor cultuur, toerisme, een nieuwe tracklijst en gerelateerde producten. Uiteraard moet er ook iets verkocht worden, want anders kun je niet blijven bestaan. Dat geldt ook voor een stichting. Een stichting, wij zijn een stichting die eenmalig een bijdrage vraagt en daarnaast willen wij onszelf gaan redden. Hierdoor draagt het initiatief bij aan de leefbaarheid en de ontwikkeling van de regio. Verwacht wordt een toename van het aantal toeristen die mee worden genomen op de reis door de binnenstad. En dat zal ik al volgens afbeeldingen willen laten zien. Dit is een oude kaart van Dokkum en op deze kaart vindt u 19 punten. En dit zijn alleen maar de bierbrouwerijen die ooit in Dokkum hebben gezeten. En wat wij heel graag willen is een route die verloopt door de stad. En we hebben heel veel te vertellen. We gaan van de Bonifatiuskapel, waar 20.000 unieke bezoekers komen, waarvan een heel groot gedeelte niet in de stad in komen, willen wij uitnodigen om wel de stad in te komen. En daar hebben we al heel veel middelen voor gevonden. Dat heeft dit jaar ook al plaatsgevonden. Van de Bonifatiuskapel kunnen ze naar het pandje Biergilde. Dat is het pand waar wij graag plaats willen gaan nemen. We kunnen naar het Bonifatiusmuseum en we hebben het Bonifatiusabdij op de markt heeft gestaan en daar is natuurlijk een heel verhaal op dit moment gaande. Maar wat er ook komt, wij sluiten daarbij aan met ons verhaal. In dit kleine boekje, en dat gaat in het voorjaar de nieuwe komen en dat is een aanvulling op hetgeen wat hierin zit, wordt ook gratis door ons uiteindelijk uitgebracht en uitgegeven zodat iedereen dit mee kan nemen en niet zegt ik betaal er liever niet voor. Deze geschiedenis die is zo bijzonder en dit gaat verbinden. Want we hebben nu al aankaarten van mensen, kunnen wij de brouwerij in Dokkum kijken? Nou, er is geen brouwerij. We hebben wel afspraak gemaakt met het museum. Als we die vraag krijgen, willen we ze dan meenemen op reis door de stad. We gaan dit verder met hun uitwerken en we gaan met boottochtjes door de stad. Want de geschiedenis van het bier liep via het water. De Bonifatiusbron bracht het zuivere water de stad in, dat ging via bootjes. Dan ga ik zo dan weer een verhaal vervolgen als ik altijd zo mogen zien. Heel bijzonder, en dat is een stukje geschiedenis van Warren Bakker, maar daar worden we al erg enthousiast van. Dus de leden van de stichting Dokkum Biergilde, die krijgen als wij een lezing hebben ook weer prachtige verhalen mee van Dokkum, die we allemaal nog niet kennen. Wat u hier links ziet is een putstoel. Hiermee werd het water uit de gracht gehaald, maar vanuit een bootje, want het water werd niet uit de gracht gehaald, het werd uit tonnen gehaald, want het bronwater werd in de ton gebracht. En vanuit deze putstoel werd het uit het bootje getild en naar de bierbrouwerij gebracht. Deze putstoel willen wij graag weer in de stad zien. Dit vertelt het verhaal van vroeger wat we hier hadden. Hier heeft Dokkum vanaf 1600 van geleefd. En wat u dan rechts ziet, en ik geef dat dan ook aan, dit is een replica van een putstoel voor demonstraties. Wij willen dat laten zien aan de toeristen. We willen dat bootje moet het Dokkum weer binnenkomen.
waar die tolle water moeten erop staan. En dat willen we iedere maand per jaar gaan doen. Museum vindt het ook fantastisch. De kapel vindt het geweldig omdat ze met de bron het verhaal kunnen vertellen. Maar wat is met het bronwater nog meer gebeurd dan alleen het water drinken? Het werd ook gebruikt voor de leefbaarheid van Dokkum van Berlin. Daarnaast zien we wat wij heel graag willen. Als wij een eigen pandje gaan aankopen, dat zouden we graag willen doen, als we het gaan doen, dan zal het een kleine mini-brouwerij komen. En die mini-brouwerij die is er voor de leden van de stichting, van de Dokkum Biergilde. Ze hebben een kleine brouwers gaan maken. De toeristen die zien maar, hé, wat gebeurt hier allemaal in dat keldertje? De biertjes die worden wel in die winkel verkocht, maar het wordt geen kroeg. We gaan geen bier tappen. Het is niet een uitgaansgelegenheid. Het is op normale tijden open winkeltijden, laat ik het zo noemen. En daarin laten wij de geschiedenis beleven. En dan ga ik graag het volgende af willen laten zien. Wat is er mooier dan een leegstaand pand wat al een tijd onverkoopbaar is? Wij weten ook waarom. Het is commercieel niet interessant. Wij proberen het interessant te maken voor onszelf, voor de bevolking, voor het toerisme. Wat je hier ziet, dit kleine pandje, daar heeft ooit artisanten gezeten. Nou, die hebben een fantastisch pand hier links. En hoe mooi zou het zijn als wij kunnen aansluiten met nog een eyecatcher in Dokkum. En dat dan speciaal voor de toeristen die hier binnenkomen, die een beleving krijgen. De kelder willen we gaan uitdiepen en dan willen we de brouwinstallatie gaan plaatsen. We gaan er rond expositieruimte met een proeflokaal waar mensen kleine proefjes van het bier kunnen nuttigen. Boven wordt ook nog een klein stukje expositieruimte. En helemaal op zolder wordt een bed en breakfast. Wie wil er niet slapen in de kleinste brouwerij van Nederland? En dat is in dit geval, we willen een officiële brouwerij van maken, omdat het dan heel veel publiciteit ook gaat krijgen. Ga ik een volgende vraag. Als we het hebben over financiering, investering en exploitatiebegroting, dan zul je afvragen, hoe kun je nou zo'n pand aanschaffen, aankopen? Dat doen we zelf. Wij kopen een pand en het enige wat wij vragen is een bijdrage om dit uit te dragen en de geschiedenis nog meer in kaart te brengen en zoveel mogelijk het aan te bieden aan de toerist en niet alles te verkopen aan de toerist. Uiteraard zal een winkel moeten bestaan, we moeten daar iets van geld uit genereren. Gelukkig heeft Bentasera een investerings- en exploitatiebegroting gemaakt om te laten zien dat we niet zomaar ergens over hebben, dat dit wel zaken doen is, maar hier verdienen wij uiteraard ons geld niet mee, maar we moeten wel dit pand in ere behouden en niet alleen vandaag, maar over 10 jaar moet het er nog staan. Ik heb de begroting heb ik u gelukkig ontvangen. Ja, perfect. Was niet goed. Wij zijn heel erg trots. Wij hebben afgelopen jaar hebben wij het Mierskip fonds hebben gekregen. Dat is een kleine bijdrage, maar die wel van groot belang is voor ons. Aansluitend heeft de culturele hoofdstad gezegd: dit is geweldig wat jullie met dit plan willen doen voor de gemeenschap in Dokkum. Het kost ons allemaal heel veel energie en het geeft ons ook heel veel positieve energie. Gedeputeerde Michiel Schier die geeft ook aan dat was tijdens de uitreiking van Mierskip fonds. Deze motivatiesmissie past naadloos bij de doelstelling van de culturele hoofdstad van 2018. Ook voor, die hebben zij voor ogen. En laat dit gebaar een stimulans zijn voor jullie gemeente om dit project tevens te steunen. En ik vind het een hele mooie opmerking, want het is, en dat begrijp ik ook wel, een verhaal vertellen, dat moet via vele wegen. En we hebben het vertrouwen gekregen van de provincie en dus ook van de culturele hoofdstad. Als dit niet kan slagen, zeggen ze, dan weten wij het ook niet meer. Maar wij hebben ook de moed, als ik zie naar wat er afgelopen dinsdag in de Leeuwarden Krant stond, tot ons grote verbazing dat dit nu al gepubliceerd wordt. Wij zijn nu al gebeld door een aantal en door de krant zelf ook om Christel, die vraag allemaal van jongens, wat een fantastisch initiatief. Het was geweldig dat dit gesteund wordt. Ik zei nou, zo ver zijn we nog niet. Ik wil dat heel graag toelichten, even na deze avond. Maar dan zal ik u nog iets moois laten zien. Want als je dit ziet, en je ziet dat daar achter het pandje staat van het leegstaande pand in Dokkum, en zometeen gaat na zaterdag gaat vissen ook op de diepste wal sluiten. Dan hebben we weer een leeg gat in de gevel. Laat alsjeblieft dit gat gaan vullen. En dit fantastische beeld dat we hebben, daar passen wij thuis. De stichting Dokkum Biergilde is het onderdeel en wij zijn bereid. Niet alleen wij, en dan zal ik het u laten zien. En dan ga ik nog even een kleine voordraad doen. Een speerpunt binnen het coalitieakkoord van CDA, FNP en ABD is tevens het stimuleren van ondernemerschap en een economische ontwikkeling van de regio Dokkum. Met trots kan ik u vertellen dat onderstaande ondernemers dit project steunen ter promotie van Dokkum en de leegstand te voorkomen. En ook dat vind ik, en het is bijna ontroerend wat hier gebeurd is.
gemeente dit project steunt, dan zal locatie 744 BV, dat zijn wij drie, zelf het pand kopen. Dat is ons eigen risico. Daarnaast zal de, en wij hebben een aantal ondernemers benaderd en verteld waar wij mee bezig zijn. Zeiden ze, ja, eigenlijk zouden wij dit ook willen, maar wij zijn ondernemers die dat initiatief niet tonen, maar wij willen het wel heel graag steunen. Nu heeft Adema Architecten, Benta Seren, Belster Installatie, Bouwproef, Dijkstra Drijsma, Enschel Staalconstructie, Draagsma IJzerhandel, Schilderbedrijf Loonstra, die zeggen, wij gaan dit project kosteloos voor jullie oppakken. Wij gaan ervoor zorgen dat het pand er fantastisch voor staat gedokken, omdat jullie de guts hebben om dit op te pakken. En wij gaan hier met jullie dit samen oppakken. Nou, ik denk dat, en dat is ook heel bijzonder, we hebben de tijd gegeven tot 2018, want dat is de culturele hoofdstad. En wat wij willen, dat deze ondernemers zullen er een leer- en werkproject van maken. Vandaar dat zij dat ook kunnen aanbieden. Ze zeggen, nou, we willen proberen dat ook in het onderwijs de jeugd erbij te betrekken, de scholen erbij te betrekken, want die hebben we nu al bij een aantal projecten betrokken. En dan maken we met z'n allen een heel groot, fantastisch missie van, waarin we de Mierskip laten zien wat we met z'n allen in Dokkum kunnen bewerkstelligen. En ik denk dat we met het laatste deel nu kunnen beginnen. Als je ziet dat dit geschiedenis was en dat we de geschiedenis met z'n allen kunnen terugbrengen, met zoveel positiviteit om ons heen, zoveel ondernemers die dit willen dragen, dan hoop ik hierbij dat het vertrouwen is op dat wij een kleine bijdrage. Een klein is het niet, maar wel in het geheel wat wij ambiëren. Kunnen doen. Hartelijk dank.